Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vrijdag, 3 uur. En wij gaan onderweg naar familieweekend. We gaan naar Hof van Saxen. Dus we moeten even rijden. Maar we zijn er klaar voor. We zijn naar boven. Rod brengt Noëlin al even op bed. Die is moe. Noëlin slaapt bij mijn vader op de kamer. En hier slapen oma en Selina. Dat is onze grote kamer. Met de kast. En de badkamer die is ook super mooi. Een bad. De wc. De douche en de wastafel. Hey Michelle, waar kunnen wij niet zo goed tegen? Dat het huisje omgekeerd zit. 2 jaar geleden toen we hier waren, of 3 jaar. 3 jaar geleden toen we hier waren, toen zat de keuken dus aan die kant. En aan die kant stond de bank. Alleen nu is het dus andersom. Ja. Gaan we zwemmen? Gaan we zwemmen? Ja! Goedemorgen, kleine Bolly. Mama heeft stiekem stroopwafelcake gepakt. Als ontbijt, oké? Okay? Nee, ik heb niet. Alle kinderen zijn weg te zwemmen, maar Lien mag niet mee. Dus dat is wel zielig, want wij gaan vanavond met haar zwemmen. Ging je onder de tunnel door? Nog een keer? Ik zou zeggen, je staat niet op hakken, maar je staat niet zo op hakken. Nou, dit is mijn kleine zusje. Ik heb een banaan in mijn mond. Iedereen doet zijn eigen ding en om 2 uur gaan we naar de grote trampolines met z'n allen. We moeten geen vast maken. Wit. Een die. Je haar is mooi. Drie vragen. Bitty! Koubuitje, hè?
Mag ik je capuchon lenen? Dan verwacht. Ja, eigenlijk nu al beginnen we bouwen. Zij gaan zwemmen. En ik ga met Noah weer terug naar het huisje. Want Noëlle moet eten en daarna weer slapen. Want ze zijn de ritme in de war. En de rest van de familie is nog bij de ballenbak. Nee, dan ben je niet meer droog, hè? Dus nu moest helemaal lachen. Ons eten is gekookt. En oma die legt een deksel op de pan. Zodat het eten warm blijft. Ja, dat is beter. Ik denk dat wel. Beter dan de oudste. Ik zal weer helpen. Ik sta in de hal. Wij zijn klaar om te zwemmen. Ik heb net nog in bad gezeten. Daarna hebben we gegeten. Noelle ligt boven in bed. Daarom praat ik zachtjes. Rot is al met Selina naar het zwembad. De rest van de familie ook. En oma die blijft in het huisje om op Noël in te passen. Maar die hoeft alleen de fles. En daarna kan ze beginnen aan haar nachtslaap. Nu ga ik ook snel, want we kunnen heel vaak van de glijbaan. Nou, oké. Arnoud, niet vals spelen. Goedemorgen, het is zondag. En ik ga samen met oma ontbijten. De rest is nog niet wakker. Dus we moeten zachtjes praten, want het huis is best wel gehoord. En... Vlog take over van Nathalie haar zus. Wij gaan nu even zwemmen. Ik was te laat om mijn kleren aan te doen, want ik moest wachten. Dus ik dacht, ik doe gewoon mijn handen vol met mijn trui aan en dan ga ik naar buiten. Het is wel koud, maar mensen die zitten me aan te kijken. Maar wat doet dat mens? Ja, ik weet het niet. Ik ben niet de enige raar in de familie die handen gelopen met de torenappenkap. Ik ben zo kwart op vier. Nou, heb ik hem daar laten liggen, ben ik hier gaan zitten. Dank je. Slukke doetie. Ik kan het. Doei. Hey, Rie, mooi hè? Het is zondagavond en iedereen gaat naar huis. We hebben vandaag niet zo heel veel gedaan. We gingen ontbijten, zwemmen, lunchen, zwemmen. En toen avondeten. Nu gaat iedereen weg en is het alweer afgelopen. Maar wij als gezinnetje en oma en papa en dus mee blijven nog een nachtje. Want wij gaan morgen nog zwemmen. En dan gaan zij 's ochtends vroeg naar school. Papa, ik ga je ook even slapen. Bedankt. Dat is hartstikke leuk. En zonder onze oma was niemand van onze leuke familie, hè? Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.